Things is de naam van het boek dat ik las. Het is een science fiction roman geschreven door Amy McCullough. Amy McCullough is een getalenteerde schrijfster, bekend om haar verhalen voor young adults. Haar boeken bevatten vaak een mix van technologie, avontuur en diepgaande personages, waardoor haar boeken aantrekkelijk zijn voor een groot publiek. Amy McCullough heeft ondertussen 4 boeken uitgebracht. Haar schrijfstijl is vlot en meeslepend, waardoor als je ze eenmaal begint te lezen, kun je haar boeken moeilijk wegleggen. Ze weet de perfecte balans te vinden tussen spanning, emotie en reflectie. Haar werk is zeker een aanrader voor liefhebbers van science fiction verhalen met een menselijk en realistisch tintje. Wat zouden jullie ervan denken als je morgen je iPhone mag vervangen door een robotachtig schattig diertje die je de dag en nacht vergezelt? Een diertje dat alles en veel meer doet dan wat je iPhone vandaag kan. Een droom die uitkomt voor velen en misschien helemaal niet meer zo ver weg ligt. Monica Chang is het meisje dat op hele jonge leeftijd een baku, oftewel een robotdiertje, ontwierp. Dit werd op hele korte tijd zo een rage dat Monica op latere leeftijd een hele stad kon oprichten. Met fabrieken, huizen voor werknemers en een eliteschool voor hele slimme kinderen die graag later in de technologiewereld willen werken en bakus willen ontwikkelen. Zo komen we jaren later terecht bij Lacey Xu. Haar grote droom is om na haar studies bij Monica Chan te gaan werken. Een enorme technologiebedrijf dat de baku heeft uitgevonden. Een baku is een digitaal huisdier waarmee je 100 keer meer kunt doen dan met een smartphone en die bovendien een echte vriend kan worden. Om haar doel te bereiken moet Lacey toegelaten worden bij Profectus, een eliteschool waar alles draait om high-technologie. Maar ze wordt echter afgewezen omdat ze zich geen coole geavanceerde level 3 baku kan veroorloven om haar studies aan deze school te beginnen. Ze moet zich tevreden stellen met een simpel uit metaal vervaardigd insectje en haar droom valt helemaal in elkaar. Op een dag tijdens een wandeling met haar beste vriendin worden ze achtervolgd en gepest door vroegere klasgenootjes. De meisjes zetten het op en lopen en vluchten weg tot aan de rand van een bos. Daar vindt Lacey de kapotte resten van een level 3 baku. Ze slaagt erin om het ding te repareren en dan staat er een adembenemende robotachtige mooie kat voor haar, die Jinx noemt. Tot haar vreugde krijgt ze met Jinx op het laatste nippertje toch nog een toegang tot Profectus, maar dan pas beginnen de echte problemen. Jinx is anders. Hij lijkt soms wel te echt. Niemand mag dit ontdekken. En wie is de vorige eigenaar van deze baku? Na het lezen van dit boek ontdekte ik dat de schrijfster Amy McCullough al een vervolgverhaal af had. Dit boek kreeg de naam Bevrijd. Ik kan jullie al vertellen dat ik sta te springen om het vervolg van Jinx te lezen.